Fucking Ruben. Wat gebeurt er? Gaan we gaan botsen? Sorry man. Ik heb geen idee wat er allemaal gebeurt. Zijn je zat? Hoe heb jij gezopen? Ik weet het niet. Ik ben moe en... Misschien waren die laatste pinten er te veel aan. Kunnen we weinig aan veranderen, zeker? Het gaat allemaal zo snel. Ik kan mijn best doen. Ça va? Uiterst rechts, dat we alleen op de baan waren en dat we zien een KB-jong voor ons. Ik ben te laat opgemerkt, te laat ontweken, op een fractie van een seconde. Maar die botsing, daar weet ik eigenlijk niets meer. Ik weet alleen dat ik achter stuur wakker werd toen mijn voertuig juist stil stond. En toen begon ik te beseffen wat er gebeurd was. Dat keek hoe dat ze er in orde waren. Dat was dus niet zo. Toen heb ik uitgestapt en vanaf dan weet ik niets meer. Ik heb volledig in shock gewoon. Ik heb gewoon een paar pintjes gedronken en... Toen is het gebeurd dus. Daarvoor, hè, voor geen ernstig ongeluk te hebben, moet je daarvoor niet stom dronken zijn. Ik heb er ook met een paar gedronken en het kan ook wel fataal aflopen. Hè. De dagen dat daarna kwamen, dat was een hel. Hè. De weken, de maanden daarop nog. Altijd met die gedachte van wat er gebeurd is, dat schuldgevoel hebben. En waarom zonder, waarom niets aan mij? De ganse dagen was dat vooral slapen. En echt, wakker worden en nog vermoeid zijn, gewoon slapen. En dat is omdat je geest te veel moet verwerken. Je zit er gewoon volledig door. Dus na een maand of twee, drie had ik dan een keer geprobeerd terug te gaan werken, maar na een dag was ik volledig kapot. Dus goed, ja. Je geest, je gedachten, gewoon allemaal de energie gaan lopen. Dus ja. Psychisch ben je kapot volledig. Fysiek is alles in orde, maar de rest zit je vrij diep. Het is mij afgeraden geweest om naar de begrafenis te gaan. Ja. Dat er ook veel vrienden en kennissen, ja, van hem waren. En op die momenten waren die zeker heel boos op mij. Waarschijnlijk nu nog. Dus dan is dat misschien niet zo verstandig. Hè. Met de ouders van mijn kameraad is overleden, heb ik nog geen contact gehad. Ja, ik begrijp die onder keuze druk in. Ik zeg, ja, dat is verschrikkelijk voor die mensen. Hè. Maar ik respecteer elke keuze van die mensen. Als die mij morgen willen zien, wil ik die direct helpen. Hoe je gevoelt als je depressief en dat heb je zijn eigen rond. Ja, waarom loop ik hier nog rond? Zou het niet beter zijn dat ik mijn eigen vakant maak of zo? Maar ja, ik zeg, ja, dan kwets ik daar ook mijn familie mee, moest ik dat doen. En dat wordt verdriet van mijn kameraad zijn ouders niet opgelost. Dus.
Ik zei, daarmee wil ik er gewoon het beste van maken. Ik vind andere dingen belangrijker nu. Vroeger was dat gewoon drinken en mijn kameraden altijd op de baan. En dat is nog gedaan. Hey, ik doe dat wel nog, maar dat is niet meer like vroeger. Het zijn nog vier mensen dat ik goed ken, maar die gaan nog altijd buiten met de auto en die drinken dan een kop koffie. Dat is wel spijtig. Maar die vindt wel vrij spijtig wat er gebeurd is en wat ik heb meegemaakt. Maar ze doen het zelf nog alle dagen, bij wijze van spreken. Nou, ja. Dat is dom eigenlijk. Ja. Waarom? Dat zal ik ook niet weten. Het begint altijd met eentje en als je met eentje tegen ongeluk hebt, dan wil je de volgende keer twee drinken. En dan zie je, ja, er al een paar gedronken en dan had je het voor niet. Dus zal me wel heel mijn leven blijven achtervolgen. Ik zal altijd wel aan mijn kameraden denken en vooral missen. Dat zeker. Ik ben er wel veel slimmer uit geworden. En vroeg of laat kan iedereen naar voren hebben. Dus het past echt op achter stuur. Met drank of iets anders. Of met te snel rijden en zo. Zeker als de slachtoffers bij zijn. Het is echt allemaal niet waard.